de wereld. Ik wil eraf naar een andere planeet. Stop, stop de wereld. Ik wil eraf, want de grond wordt hier te heet. Ik wil vluchten en vlug, maar ik kom hier echt wel terug. Stop, stop de wereld. Hallo allemaal, welkom weer bij Minecraft natuurlijk. Dat is helemaal de bedoeling, serie 6. We gaan vandaag beginnen aan serie 6. We blijven een beetje op survival deze keer. We gaan ook een seed invoeren, dat is Copyright Spionschrijver Productions. Ik weet niet waar je dan precies terecht komt. Maar goed, we gaan het proberen. Oh ja, Timbermod die ga ik zo meteen opnieuw installeren. Dus zodra deze wereld erin staat, ga ik dat ook echt doen. Ik heb er in ieder geval enorm veel zin in. In de hele serie. Dus nou ja. Ik zal kijken hoe ver we komen deze keer. Het is niet zo dat ik als ik één keer dood ga, dat ik dan direct al stop. Dat ga ik echt deze keer volledig veranderen. Niet zoals bij serie 2. Want toen ben ik op aflevering 5 gestopt omdat ik toen dood ben gegaan op normal. En deze wereld staat als het goed is op hard, dus niet op hardcore. Wow, laggy. Wow, mijn minimap zie ik ook al direct lava. Ik ga even kijken of ik nog wat uit kan zetten. Oké, die kan wel iets hoger. Oh ja, dat had ik gedaan op de server. En dan kan ik niet wachten totdat we eindelijk beginnen aan de opnames van de echte nieuwe Osiris-serie. Dus van het officiële verhaal. Zo. We hebben hout nodig, dan moeten we weer deze kant op. Maar goed, het eerste wat ik nu ga doen is een klein beetje hout verzamelen van één boom. En daarna ga ik even de timmermot weer inzetten. Ik wil sowieso een crafting table alvast hebben. En alvast wat steen. Dat is echt het eerste waar ik helemaal voor ga. Zo. Oh, bijna volledig. Zo. Nu voor steen zorgen. Haha. Zo. Die meenemen. Oké, dat is al genoeg steen. Zo. Stenen. En een zwaard. Dan mis ik toch nog even 1, 2 steen. Haal ik ook alweer even. Maar goed, ik ga hier niet net zoveel projecten op doen als op die andere serie waar ik mee bezig ben. Dus dit is echt een gewoon eentje waarop ik gewoon vooral ga survivalen en gewoon overal een beetje heen ga. Maar goed, ik moet nu even zeggen tot zo, want ik ga even die mod erin gooien. Dus zoals ik al zei, tot zo.
ben ik weer en ik heb twee mods geïnstalleerd. Namelijk de Timber mod natuurlijk en de Minecraft Comes Alive mod. Nou, ik ga mezelf noemen als spion, schrijver. Zucht. Die fout maak ik wel vaker. Goed, spion, schrijver. Oké. Okay. Wow, wow, wow. Oké, okay, eindelijk. Goed, nu heb ik echt een stadje tegen te komen. Dat was een berichtje van Rick, dus ik ben weer, af appel. Eerst het hele bos weer uit. Ik denk dat ik ook dicht bij dit bos ga wonen, maar ja. Ik denk dat ik daar aan die kant ga wonen. Ik kom hier stomme kip. Zo. Ik weet dat er nog eentje zit. Maar goed, alles iedereen. Tot zo. Ben ik weer. Ik heb even iets teruggestuurd. Oeh. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Zand. Wow, ijzer. Een strandje, die moet weg. Zo. Ik heb echt zin om de derde aflevering van de Dronken Games op te nemen. Dat is echt mijn favoriete serie. Zo. Een bezem. Alleen we hebben nog steeds een intro nodig en hebben we eerst nog een derde spel voor nodig. En nooit naast die zombies multiplayer, maar goed. We moeten het al eens aan de praat krijgen. En naast die zombies portable multiplayer natuurlijk eigenlijk. Zo. Wow, er zit in één keer heel veel kool en ijzer bij elkaar. Spawn dicht bij lava, je hebt een grotje dichtbij met kool en ijzer. Mooi. Ik weet dat hij nog met kool zit. Hier achter ook nog wat? Ja, dus. Ik geef maar eens. Oké, het staat helemaal goed. Ik zal hem sensitivity nog wat hoger. Nee! Zucht. Oh, stomme creeper. Even maar eens ervoor dat er geen beest hier kan komen. Oké, nu snel dit spul meenemen. En ik moet echt een stadje gaan vinden voor de Minecraft Comes Alive mod. En dan pas kan ik er echt mee gaan werken. Maar goed, dat komt allemaal wel. Ik ga eerst beginnen met een simpel huisje waar ik in kan wonen. Waar ik mezelf heel even kan verdedigen, waar ik alvast van spullen kan halen. En later ga ik echt op zoek naar een Minecraft Comes Alive stadje. Ik ga best lang door. Ik wil in afval bij het stadje komen. Dus ik wil sowieso een stadje vinden. Voor 1.3 dus.
Wauw. Zijn eerste aflevering gaan we best veel ondergrond. Wow, nog meer ijzer. Nog meer. Zucht, hoeveel ijzer kan er nog komen? Oh, nu niet meer dus, mooi. Oké, ik zit nu pas op de helft van de tijd. Zover ben ik ook nog niet. Nou, nog geen eens een huis. Ik wil een paar mods. Gelukkig, ik heb al heel veel spullen, dus daar hoef ik me ook niet zoveel zorgen om te maken. Nog meer kool. Oké, meer ligt er niet. Nu terug. Of. Laat ik hier eens achter gaan kijken of hier nog iets zit. Een uitzicht naar boven. Mooi. Oké, bijna. Bijna. Yes. Oké. Het begint donker te worden. En hier ligt zoveel gras. Oh shit, verkeerd. Die nodig. En ik heb deze. Oké, mooi. Ik heb al een begin. Dan. Die. Ja. Eten. Oké, eten. En XP. Verder met het huis. Deur. Spun off.
Oké. Snel het eten koken. Paar pijlen kan geen kwaad. En een kist. Zo. Dat was even falend. Ik heb het durven noemen. Het is voor mijn eigen neus dicht. Sugarcanes en een schaap. Sugarcanes. Kippen, eieren. Eten dus. Oké, mooi. Oeh, nog meer. Creeper. Creeper! Oké, mooi. Wow. Ik schrik serieus van een heel klein beetje gras. Ik was daarheen gegaan voor wol. Voor schapen. En dat ga ik nu dus ook doen. Moet schapen vinden. Ik heb geen schaap. Ik heb gevonden alleen uw spin. Af. Dank je. Of zin verder was. Twee liedjes. Je kunt ook direct de vis allemaal maken. Mooi. Snel terug naar huis. Hehe, eindelijk. Bed en een vishengel. Zwaait de mand. Oké, het is weer dag. Burning zombie. Oké, dank je, zombie. Oh, ik dacht dat hier een skeleton zat. Twee zelfs. Spin. Creeper. Wow. Ik heb al hartstikke veel gevochten meteen al. Zo. Ik heb veel spullen. Ik heb al veel gevochten. Leuk. En nu? Ook lekker iets eten. En zodra ik terug in huis ben, ga ik deze aflevering afsluiten. Spring, 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 spring. Oeh. Spring, spring, spring.
Nou. Goed. Alles en iedereen. Tot de volgende keer bij serie 6. Met de mod Minecraft Comes Alive. Timber mod. So many items. Ook al gebruik ik die niet. Goed. Alles en iedereen. Tot de volgende keer. Maakt niet uit wat je hierna gaat kijken. Maar goed. Gewoon tot ziens.